Welkom bij Huurland. Vandaag stellen we u voor de parketschuurmachines. Daarmee kan je oud parket helemaal vernieuwen en vlak zetten en oude verflagen en vernislagen verwijderen om een nieuwe behandeling te geven. We beginnen met de kantenschuurder. Daarvan hebben we twee modellen. Een gewone kantenschuurder om de vloer helemaal tot aan de rand te kunnen schuren. Moesten er radiatoren in de ruimte staan, dan heb je de lange neus nodig. Kantenschuurder die ook onder de radiatoren kan schuren. Daarnaast hebben we de wandschuurmachine. Daarmee zet je je volledige vloer mooi vlak en kun je heel makkelijk dikke oude verf- of vernislagen verwijderen. Als deze voorbereidingen klaar zijn, dan kan je overgaan naar afwerkingstoestel, schuur- en boenmachine. Daarmee kan je de reeds vlakke vloer verder afwerken, heel fijn afwerken en helemaal voorbereiden om een nieuwe afwerkingslaag te plaatsen. Dit is de parketbandschuurmachine. Die gebruiken we om oud parket mooi vlak te leggen als er wat schoteling zou zijn en oude verflagen en vernislagen te verwijderen zodat het helemaal klaar is om een nieuwe beschermingslaag aan te brengen. Dit toestel werkt met dit soort schuurbanden. Die breng je aan op de trommel. De trommel raakt de grond niet, dus dan kan je de bandschuur erop aanbrengen. Je schuift dat erover, mooi tot in het midden van de trommel, zodat er zowel links als rechts evenveel ruimte over is. Enkele millimeter hier en enkele millimeter daar. Zodra de trommel begint te draaien, wordt het papier ook vastgeklemd op de trommel. Altijd werken met het deksel terug dicht. Aanbrengen van de stofzak, gewoon over de buis schuiven, op het steuntje plaatsen en er goed op letten dat die maximum 1/3 mag gevuld worden, want houtstof is explosiegevoelig, zeker niet te vol maken. Dan hebben we hier nog de staalschroef om de hoogte aan te passen. Het toestel staat heel stevig op drie wieltjes en de trommel kan dichter of iets verder van de vloer gebracht worden. Bij het gebruik van de bandschuurmachine beginnen we diagonaal te schuren. Elke baan mooi naast elkaar in allebei de richtingen. Als dat gedaan is, dan schuren we in de lengterichting van de planken. Als het planken zijn die gespijkerd zijn, moet je zeker alle spijkers 3 mm inslaan om schade te vermijden aan het schuurpapier van alle schuurtoestellen die je gebruikt. Vooraleer we beginnen gaan we uiteraard beschermingsmiddelen opzetten en ook ervoor zorgen dat het snoer buiten het werkveld ligt. Het beste is om te beginnen werken dicht bij het stopcontact en steeds verder weg te gaan van het stopcontact zodanig dat je eigenlijk je kabel niet kunt onder je toestel krijgen. Om het toestel op te starten moet je eerst deze veiligheid wegtrekken en de motor starten door de rode beugel naar beneden te trekken. Dan de rode veiligheid wegtrekken om de trommel te laten zakken. Vooraleer je de trommel laat zakken, moet het toestel al in beweging zijn en dan pas de trommel laten zakken. Blijven bewegen tot je op het eind van de baan bent, dan de trommel terug omhoog trekken, stoppen, veranderen van richting en de trommel terug laten zakken om de baan achteruit opnieuw aan te vangen. Elke keer als je op het eind van een baan komt, trommel omhoog brengen, zodat er geen schoteltjes in het hout geschuurd worden. Als we diagonaal geschuurd hebben de eerste hang, dan komen we zeker niet tot twee keer aan de muur. De kant waar we staan hebben is nog een meter over. Om die te doen draai je de machine om, zodat je die laatste meter ook kunt doen in de diagonale richting. Ben je daarmee klaar, dan doen we nog een tweede hang in de diagonale richting, de andere diagonale richting. Ben je daarmee klaar, dan kunnen we fijner schuurpapier gaan kiezen, 80 of 120 korrel. En dat passen we toe in de lengterichting van de planken,
En dus in de juiste volgorde, steeds fijner schuurpapier tot het parket of de houten vloer helemaal klaar is om behandeld te worden met de afwerkingsmachine, de schuur- en boenmachine. Let er wel op als je dit toestel gebruikt, dat elke baan een deel moet de vorige baan overlappen, zodat je zeker bent dat alles heel mooi geschuurd is. Wij zijn begonnen met korrel 40, omdat de vloer niet al te sterk vernist is, maar je kunt ook korrel 24 gebruiken als er heel dikke lagen verf of vernis aanwezig zijn, of als het hout heel erg geschoteld is, dan is het aan te raden om toch met die heel grove korrel 24 te beginnen. Als we klaar zijn met de tweede diagonale hang met korrel 40, dan gaan we in lengterichting schuren met korrel 80 en met korrel 120. Vooraleer schuurpapier te vervangen, toestel loskoppelen. Weer op de goede richting letten, de pijltjes. En we plaatsen de schuurband van 80. Let erop dat die mooi in het midden zit. Voilà. Als we klaar zijn met korrel 120, dan is het voorbereidende werk afgelopen. Om dit toestel makkelijk te transporteren, kan je deze hendel en deze buisklem losmaken, de fiche eruit halen en dan kan je dit helemaal verwijderen. Zo krijg je een goede compacte machine. Let wel, de machine weegt nog ruim 40 kilo, dus het is best om met twee personen te zijn om ze te komen halen en om ze uit de auto te halen.